Wat ik al zei, wie het kleinste niet eert, is het grote niet weert. En normaal hoor je dat het kleinste te krijgen, maar je hebt het grootste al gekregen. En hier het kleinste. Nou mensen, ik krijg dus een cadeautje van mama. Kijk, 1, 2, ja, ik heb een cadeautje. Dus hier ga ik maar eens even openmaken. Ja, ik wil. En mama, ik kan ook weer zo goed inpakken. Daar is allemaal heel goed in. Ja, ik wil. Ja. Was lekker. En Rijke, wat schaf de pot? Patatje, patatje, patatje. Wauwie, wauwie, wauwie. Hé, Elwin? Het schaf de pot bij jou? Ook een patatje, hè? Dat is jou bijna op, hè? Ja. Ja, hier heen nog een stukje. Ja. Hé? Ja, goedemorgen lieve vrienden en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 19e van de 10e 2023 en we leven om, jawel, 9:52 en ik ben er al uit. Ja, hoe doe ik dat hè? Ja, als om 10 uur, ongeveer 10 uur iemand binnen komt stappen, mijn begeleidster Karin met een K, dan moet je wel. Maar Sky die ligt nog, zover ik weet, of hij gaat aankleden, weet ik niet. Ik was net nog wel bij hem, maar ja, was een beetje misselijk. Ja, dat kan gebeuren. Komt ook door het weer mede. Maar ja, in ieder geval, ik ben present. Ja, ik ben present. En ja, ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne dag. En hey, schat. Het is vandaag een drukke dag voor mij. Want ja, zometeen komt Karin met een K. Mijn begeleidster. Vanmiddag komt Willy. En als Willy weer weg is, dan moet ik ook weg. Dan moet ik naar Fly Tattoo om mijn arm te laten zien. Die zal ik zo weer even insmeren met de zalf. Want dat gaat ook allemaal wel door. Want hij is hier nog een beetje rauwig, laat me zeggen. Hier ook. Dan voel ik allemaal nog onevenheden wat er niet hoort. Het is maar een klein stukje. De rest dat, ja, is aardig glad. Maar ja, hij moet eventjes ingesmeerd worden. En dan komt het allemaal goed. En ja. Wij zijn in ieder geval van de partij. En ook krijg ik vanmiddag rond een uur of drie eventjes bezoek. Maar die komt maar even. Die komt naar mijn, tenminste als die zijn, hoe heet dat nou? Zijn beloftes nakomt. Ik heb boven mijn woonkamerraam heb ik een bord hangen aan de buitenkant tegen de muur. Met een naam erop. Het Rijthintje. Dat bord is ooit van mijn ouders geweest. Vroeger, heel vroeger, nou, dat hangt boven mijn kast, hangt een schilderij. Ik zal jullie omdraaien. Ik het zo beter bekijken. En dan zal ik even inzoomen. Dat schilderij met dat huisje erop. In dat huisje heeft vroeger mijn papa gewoond. Ja. Dat zat ergens in, ik zeg altijd in Noorwegland, ergens in Friesland, in een achterhoek van Friesland, achter Bantinga. Met een, nou niet een slootje, maar ja, het is een breedte van, ja, niet echt een gracht, maar ook niet een sloot. Want de sloot is smaller en de gracht is weer breder, zeg maar. Dat is tussenin. Nou, daar legt het aan en het is daar zo mooi, zo bijzonder mooi. Zoveel rust, zoveel ruimte. Dus ja,
dat schilderij, dat, daar heeft hij dus in gewoond. En die heeft Appie nog ooit gemaakt voor mij. Maar ja, die weet ik nou weer niet te vinden, want die is weer uit het pand vertrokken. Waar die nou is, zit jongens, mag het weten. Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval heb ik een ander gevonden, die schildert ook al. Nou ja, dan eerst zou iemand anders het doen. En die had ook zijn belofte gegeven aan mijn mannetje bij de crematie nog wel. Ja? Die komt zijn belofte niet na, omdat zijn vrouw mij niet meer moet. Nee, als jij niet tegen de waarheid kan, dan ja, daar kan ik niks aan doen, hè? Nee. Ja, je moet de waarheid onder ogen durven te zien, zeg ik dan maar. Maar ja, dat durft zij denk ik kennelijk niet. Dus ja, hij doet wat hem wordt opgelegd door zijn vrouw, want hij zit daaronder. En zijn vrouw zegt van, doe dat, dan doet hij dat. En als een vrouw zegt, je moet dit doen, dan doet hij dat. Nee, hij moet niks. Hij heeft ook nog een eigen leven, ondanks dat hij getrouwd is. Hij mag toch ook nog wel eens een keer, bij wijze van spreken, een eigen vriendenkring opbouwen buiten zijn vrouw om. Maar dat mag allemaal niet. Nee, want alles moet samen en alles moet zo precies zoals zij dat wil. Ja, mohula. Ja, aan mijn hoela. Maar in ieder geval. Ik zou zeggen, lieve vrienden, het komt gewoon allemaal goed. Hopelijk. Ik hoop dat die man zijn belofte ook nakomt. En ja, dat bord, dat heeft ook dus op dat huisje gehangen. Tenminste, een ander bord eigenlijk. En toen was ik nog getrouwd of verloofd. Met de vader van Karin, Harret en Annie. En toen reden we daarheen. En toen waren we ook uitgestapt en even bij dat huisje bezig kijken. En dan geef ik een schop tegen die muren. En toen viel dat bord op de grond. Want dat hing nog maar een eenarmoedig, roestig spijkertje. En hij zegt, wacht even. En hij liep terug naar de auto en haalde wat uit de auto vandaan. Een oude deken. Nam dat weer mee terug. Leg dat op het gras. Leg het bord daar heel voorzichtig in. En hup, die deken eromheen. En zei, kom op. Hij zei, we gaan naar Parma. Naar mijn ouders. Dus, dat gedaan. Die zat op de camping in Witmarsum. Camping het Moenenwetter. En ja, toen heeft, die vader van Karin, Harret, Karin, nee Annie en Karin, zo moet ik zeggen, heeft dat overhandigd aan mijn vader en die pakte het uit. En toen kwamen de waterlanders en ik had hem nog nooit niet zien huilen. Ja, toen wel. Nou, toen heeft hij het zelf helemaal opgeknapt. En later, toen ja, die plank was vergaan, en toen heeft hij op een boeiplank, noemen wij dat, van een eikenhouten kast, van die la, daar heeft hij hem toen weer van gemaakt. En gewoon met plakletters, ja dat vergaat ook, dat gaat er zo af in het weer. Maar nou had die man die het op de crematie van mijn mannetje weer had beloofd, om het altijd te blijven op te knappen. Nou ja, hij doet het dus niet meer, want hij mag niet meer voor zijn vrouw bij mij komen. Ja, bizar, maar het is zo. Maar ja, dan vraag ik gewoon, ja, ik denk dat er meer achter zit dan enkel dat het niet mag hoor. Ja, ik scheur mijn mond open. Gaf gezegd een bek, maar zo ben ik ook weer niet. Ik doe mijn mond open. En ik zeg de waarheid en daar kan zij niet tegen. Maar er zijn genoeg dingen gebeurd. Nou, hoe kon ik haar nek wel omdraaien? Ja, echt. Maar in ieder geval, ik hoop dat die man nou vanmiddag ook komt. Hij zou om 1 uur of 3 komen om even te kijken en een babbeltje erover te maken.
En dan is die ook weer weg. En ja, ik moet ook na vieren weg voor mijn tato. Dat komt allemaal goed, ik zou zeggen, lieve vrienden. Ga gewoon volgen de moed. Het is 10:00. Ik ga sluiten voordat Karin binnenkomt. Ook is mijn Karin met de C dus weer in een helder. Of ik die vandaag nog zie, weet ik niet. Maar mijn programma, mijn dag, is volgeboekt. Kan er niks aan doen. Dus ik zou zeggen, geniet ze. Maar geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik weer eventjes. Retour. Karin met een K, mijn begeleidster, is al geweest. Niks gedaan, dan enkel koffie gedronken en zit te horen. Sky, die is even met een meisje uit. Dus ja, helemaal geweldig. En ja, het is nou nog lekker bij tijd. Het is druk in mijn tuin allemaal. Ik zie allemaal gevleugelde vriendjes over en weer gaan. Ja. Maar in ieder geval, het is lang nog bij tijd. Het is 11:29, dus bijna 11:30. En ja, ik vind het... Nee, ik ben het wel, maar ik ga zo meteen lekker aan het werk om een vlog in elkaar te zetten alvast. En als ik dat heb gedaan, dan probeer ik vanmiddag spruiten schoon te maken. Want ik wil toch eigenlijk het liefst spruitjes eten. Ja. Ja. Maar of ik het allemaal red, weet ik niet, omdat het een drukke dag is. Maar ik moet ook een vlog in elkaar zetten. Dus ja, ik denk misschien dat ik dat nu kan doen. En dat ik er vanavond nog eentje kan doen. En dan probeer ik weer een klein beetje op voor te werken. Ja, toch? Dus ja, dat gaan we doen. En ik moet dus vanmiddag ook naar Fly Tattoo. Met mijn arm. Ja. Maar ik ga toch zometeen mijn mouw weer om eroverheen doen. Want ik krijg een koude arm. Ja. En dat is niet lekker. Maar ik zou zeggen, ja, geniet verder van je dag. Het is hier nog gelukkig droog. Daar ben ik wel blij om. Want regen, dat is ook maar niks. Dan krijg je ook weer natte honden. En een natte hond stinkt. Dan moet je ze weer even inspuiten. Ik heb er speciaal spul voor. En ja, het komt allemaal wel weer goed. Ja. En hoeveel graden is het? 14, 16. Daar zegt hij 15. Telefoon, kijk wat die zegt. Ja, je weet me nooit. Die kan ik even verversen. Ik kan Google niet vragen, want dan gaan jullie Google ook heen en weer. Daar moet ik wezen, daar zegt hij 14. Kijk wat hij nou doet met verversen. Hij blijft 14 zeggen. Dus ja, waar het 15 is, het is wel een graadje meer, maar een lichte regen. Op mijn telefoon is droog, enkel het waait. Geeft hij aan. Dus ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Het zal. Waarschuwingen voor zwaar weer. Mogelijk hinder door wind. Van donderdag 4:48 plus 2 uur tot donderdag 12:52 plus 2 uur. Oh. Het zal. Maar in ieder geval. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie nog verder gaan doen. Gaan wij hier aan deze kant ook doen. Ik zeg tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ben het maar weer even. Willy is boven bezig. De meisjes die liggen daar heerlijk op de bank te slapen. En ik ga starten met een nieuwe vlog. Want ik heb eerst even een beginnetje gemaakt met een plaatje, et cetera. En gewoon iets leuks, ja. En dat komt even naar de voorkant van de vlog, zoals jullie weten. En dan zet ik hem verder in elkaar. Nou, ik denk dat het geen lange vlog is. Nee, ik was ook met collecteren nog bezig, dus ja. Dus dan houdt het niet op. En ja, straks kan ik bezoek krijgen van een meneer. Die naar dat bord komt kijken, hoe en wat. Dus ja, het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Want het is, ja, hier regenachtig weer. Momenteel, ik zie een klein beetje blauwe lucht. Heel klein beetje.
En de lucht is scherp als ik daar naartoe kijk. Maar het is ook bewolkt. Dus ja, het is regenachtig, et cetera. Maar dan kan het pret niet boeien. Ik ga lekker door met mijn werkzaamheden op die computer. En Willy is boven lekker bezig. Dus ja, we lopen elkaar niet in de weg weg. Nee. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Nou, die hebben weer lekkerste kanen. Ja, die hebben weer wat lekkerste kanen gekregen. Maar niet van mij. Nee. Er is eindelijk weer eens een keer iemand anders in huis. Hallo. Hey, schat. Hi. Gaat ie? Ja. Enkel spierpijn, zei je? Moe en spierpijn, ja. Nou, vooral dat spierpijn, dat moe zijn, dat weten we. Maar dat ja. Spierpijn is een heel lang verhaal. Dat gaat dat er nog eens een keer over en voordat ik een oud mannetje ben. Maar ja. Man! Mijn volgers weten het al, dat ja, ik voor dat jou nog een cadeautje had. Oh, dat is fijn. Een kleinigheidje. Ja, dat is mooi. Ah, dat is fijn. Wie het kleinste niet eert, is het grutte niet weert. En behoor je normaal het kleinste te krijgen. Ik zal eens even kijken of ik hier zo meteen gelijk in beeld ben. Of dat ik het een en het ander moet fixen hier. En Willy komt er ook alweer aan zo te horen. Ja, daar is onze Willy weer. Hi. 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 Is u zelf met de camera bezig in te stellen? Oh, is ook met de camera bezig. Ja. Oh jee. Dan pak ik hem wel op die stoel, want ja. Dan heb ik even iets meer speling met mijn licht. Zo. Of ik kan niet hebben. Maar ja, wat ik al zei, wie het kleinste niet eert, is het grutte niet weert. En normaal hoor je dan het kleinste te krijgen, maar je hebt het grootste al gekregen. En hier het kleinste. Nou mensen, ik krijg dus een cadeautje van mama. Kijk, 1, 2, ja. Ik heb een cadeautje. Dus die ga ik maar eens even openmaken. Ja, ik wel. En mama, ik kan ook weer zo goed inpakken. Hij is allemaal heel goed in. Ja, ik wel. Ja. Was lekker. Dus kijk hoe ze zit. Ja. Leuke foto. Een moment, mam. Foto maken van haar. Nee, met uw telefoonfoto. Kijk dan. Ja, kan ook. Inzoomen. Hier heb je mooi zitten, charmant. Ja, ja, ja. Moefie. Hé, hey, mam, als ik aan het zwerven ben, sorry hoor. Zo, ja, dat valt wel mee, schuren. Zo, deze gaat makkelijk. Dat is wel nice. Zo, top. Waarom een persoon hier in Den Helder aapt mij na en met mijn auto? Zelfde kleuren qua. Het is ook nog inderdaad de Seat Leon. Oh. Ook een paarse. En het aapt mij helemaal na. Oh. Heb ik vannacht aan de wandelgang gehoord. Alleen de kenteken is anders. Maar het is wel een Seat Leon. Nou, wat zou het wezen? Ik kan niet weten. Bereikbaar. Hè? Bereikbaar. Nou, zo, doe ik het eens zo, 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 zo. Zo, ja. Ik zie hier. Ja, nu wel. Voor de auto's. Als er wat aan de hand is. Dat is wel heel erg nice. Ja. Die is heel nice. Let de waarschuwingslamp driehoek. Kijk, hier had ik nog niet de driehoek mee. Die is wel heel mooi van toepassing. Voor in de auto. Ja. Voor in de auto, jongens. Kijk, 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 kijk. Ik zal eens even kijken of je het ook nog toepast. Tralali. Kijk, hartstikke mooi. Eens even kijken. Het lampje brandt wel. Of niet? Nee. Jawel, dat is wel een lampje. Er zit nog wat in, hè? Ja, rustig aan. Easy. Rustig. Shit. Waar is wel ook? Kijk. Ik zal het even helemaal laten zien. Wat hij doet. Dat is fel. Dan iets minder fel.
En dan driehoekje. En dan gaat hij knipperen. Dan gaat nog een keertje knipperen. En dan is hij weer uit. En dan eens even kijken. Kijk. Ik heb hem lekker zo neerzetten. Altijd handig. En er zit nog wat in zijn mama. In het zakje. In het zakje, dakkie. Ja, kabeltje. Altijd handig. Kabeltjes. Ja. Dus, en dan. Kijk, kabeltje. Dan kunnen we het weer opladen. Ja. En ja, nou, dat is gewoon heel simpel. Oké, checkie, boom. Ja, en ik was vergeten. En je kan hem dus ook via de som opladen, ook handig. Ja, boekie. Dus, mam, dank u wel. Graag gedaan, schat. Top. Ik zal er even zo een foto sturen. Is dat? Ja, dat dus. En Rijke, wat schaf de pot? Ze had maar patat. Patatje, patatje, patatje. Wauwie, wauwie, wauwie. Hé, Elwin? Het schaf de pot bij jou? Ook een patatje, hè? Dat is jou bijna op, hè? Ja. Ja, hier heen nog een stukje. Ja. Hé, patatje meisjes. Krijgen jullie ook anders niet, hè? Ja, één diep bevroren en één gebakken, maar meer ook niet. Maar Karen die kon niet meer op. Ja. Ja, we zijn eventjes bij de patatboer geweest. Bij mijn vast favoriete patatboer. Enkel nou niet buiten, want het regent. En het is nou ook het weer niet naar om buiten te gaan zitten op een taart. Nou, daar is het weer te koud voor. Dus we zijn lekker binnen geweest. We hebben lekker heerlijk zitten te genieten met z'n tweeën. Dat was voortreffelijk. Dus dat was even genieten met z'n tweeën. Het was fijn met z'n tweeën. Het was heerlijk met z'n tweeën. Het was gezellig met z'n tweeën. Dus wat wil je nou nog meer? Nou moet ik enkel nog Karin haar glas opruimen. En de waterkoker aanzetten. Want ik wil koffie. Ja, ook dat nog. Was jij klaar? Ja. Grote meid. Al daar water in. Zo, en die kan aan. Die leg ik al op de grond. Ja. Maar ze genieten wel, mijn meisjes. Ja. Hé? Hij zit al op de grond, wijfie. Lekker, hè? Hai, kereltje. Nou, klaar. Ja, dan gaan we die twee ook nog opeten, hè. Goed zo, grote meid. Ja, grote meisjes. Ja, en ik heb nog mijn vlog niet klaar weten te krijgen. Omdat Karen dus kwam. En ja, dan stop je maar, hè. Want zo vaak heb ik de laatste tijd niet gezien. Nee. Dus, en ze zou me nog bellen, want ze zou me tekst en uitleg geven vanwege dat Pokémon ding wat hier al hangt. Dat apparaatje, waar ben je daar? Dat ding. Want daar heb ik nog steeds geen super verstand van, maar ik zeg, ga je eens maar lekker slapen jij. Want ze zou me bellen. Maar dan moet ze ook wel. Maar ze was ook moe. Dus ze nam even een steen, als het ware. Naar de kamer toe om te gaan slapen. En ik draai jullie even om. Dat lijkt me wel zo verstandig, hè? Ja. Oh, wel niet allemaal wat ik wil. Zo. Ja, ik ga even koffie in mijn kopje doen. En dan
moet ik eventjes opruiming halen bij mijn bureau, want mijn zonnebril die ligt er nog en ja, weet ik veel wat nog meer. Even opruimen, want het water kookt toch nog niet. Zo, en mijn kettingen zitten me ook dwars. Zo, en dan gaan we die kant weer op. Ja, even mijn zonnebril ophangen. Die man die voordat die naambord zou komen is niet geweest, want die moest onverwacht met iemand naar, meende de tandarts. En ik heb nou ook zijn nummer gekregen, dus helemaal toppie. Dat staat hierop, ja. En wanneer moet ik terugkomen bij Fly? Ik zal jullie even wat beter zetten, want ik sta het omhoog. Wanneer moet ik terugkomen bij Fly? Dat is op... Moet ik even kijken op mijn kalender, welke dag dat is, want dat weet ik niet eens. We zitten nu op oktober. Woensdag 1 november. Smiddags om 12 uur. Dan ga ik weer onder... Nou ja, eerst een genot van een bak koffie en dan gaat die arm afgemaakt worden. Ja. Maar ik dacht dat die dunne streepjes ook moesten. Maar nee, dat is schaduw. Ja, schaduw is wat lichter, hè. Ja. Maar dan zal die hem af gaan maken. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Helemaal benieuwd, benieuwd, benieuwd. Ja, ik ben er blij mee. Dus woensdag 1 november, en dan gaan jullie natuurlijk uiteraard mee. Maar ook moet Patrick nog, Sky moet nog. Maar wanneer, weet ik niet. Dat moet ik eerst weer aan hun vragen. Maar dat komt allemaal wel goed, dat zal ik zo meteen eens even doen. Want ook die willen graag hebben dat ik vlog. Nou, komt helemaal goed. Ja, toch? Mijn water heeft gekookt, dus ik ga lekker een bakje koffie inschenken. En daarna ga ik hier aan de gang. En het spoelt hier, want ik kwam met een drijfnatte jas thuis. En mijn laarzen zijn ook drijfnat, maar ik heb ze gelukkig van de week al eerder ingespoten met dat spul. Voor dat het niet doorweekt wordt. En de meisjes, ja, die hebben het naar hun zin, die hebben een patatje gehad. En die zit nou aan wat anders lekkers wat nog in de mand lag en op de bank. Denk je wel even om die kussen. Even geduld, lieve vrienden. Want, oh, gaat het goed? Wat is er nou? Kom maar. Oh, is het wisseling? Is het, nou ja, ho, dan heb jij er twee. Dan gaat het even niet goed komen. Ja, dit is een hoefje, wordt er gezegd. Een hoefje. En er zit schapenvet of wat dan ook in. Dus ja. Ja, je krijgt het, schatje. Ik vlieg even van hot naar her, want nou wil er ook nog eentje de kamer uit. Ja. Ja. Doei. Zo, hè, hè. Nou, ik ga even mijn water op de koffie doen. En dan heb ik tenminste een bakje koffie. Ik zal even deze man... Ferdinand heet hij. In mijn telefoon zetten. Dan kan ik hem ook bereiken. En dan komt het helemaal goed. Lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. En alles is goed. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Jazeker. En wie is erbij? Onze meneertje Kandolf. Ja! Hé? Ja, nou. Ja, maar ook is Kai aanwezig. Hoi. En waar zijn we nog meer? Daar ligt er één. En waar is die andere dan? Oh, op het kussentje in het hoekie. Ja. Dus ja, wij gaan zometeen lekker naar bed. Tenminste, Kai sowieso. Ik ga nog eventjes op YouTube kijken. En ik moet nog eventjes één laatste ronde. Dat doe ik altijd. Over Facebook en de meisjes die ze hebben al uitgelaten. Dus dat hebben we allemaal al gedaan. Dat zit allemaal al achter onze rug. Dus we kunnen straks wel uitgerust, tenminste uitgerust, moet je mij horen. Straks lekker slapen en morgen uitgerust weer gezond hopelijk uit bed komen.
En ja, dan komt het allemaal goed. Ja toch, Sky? Zeker wel. Ja, hè? Ja. Zeker wel. Zo meteen lekker naar Dromenland. Dromenland, Dromenland, Dromenland. Wat ben jij trouwens allemaal aan het doen? Vertel dat de kijker. Jij was bezig. Pokémon aan het regelen voor Moeke. Ja. Maar Moeke kan geen Engels, dus nee, dat weet ik. Doe ik dat maar, hè. Ja. Komt helemaal goed. En dat ding moet er ook bij. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, want het is nou zelfs zo dat hij alweer gedisconnect is. Verdulle. Ja, ik snap niet hoor hoe dat kan. Volgens Kaar moet hij het blijven doen, maar ik niet te begrijpen. Ik kan dat niet snappen. Nee. Moet je toch eens met Karin even overleggen. Van hoe heb je dat? Ja, maar dan moet ze een keer bij me gaan zitten. Want Harry Scheeloog weet ook niet alles. Nee. Ja, dat weet ik niet. Weet je wat ik wel weet? Nou. Dat Bas je naar bed gaat. Ja, doe je goed. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker, met mooie dromen. En jullie weten het allemaal. God houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!